Je hebt een warme zaal. Ongeveer 20 graden. Mensen zitten te wachten op u. Ik ben Koen Bellaert, ik ben 20 jaar, ik heb schoenmaat 47 en ik ben student. Student zijn, wat houdt dat in? Niks. Buiten tijd genoeg hebben om een ozel te doen en mijn welgelijk te maken. Ja, misschien dat je mij nog niet kent, maar waarschijnlijk komt dat omdat ik vroeger veel vager was. Vroeger had ik anorexia, en nu heb ik al last van een beetje last. Ja, dat dat bij mij, dat ik nu pas verdik, dus op mijn 20ste, dat komt omdat bij mij alles 3 weken later gebeurt. Ja, mijn moeder die was uitgerekend voor de 1e juni te bevallen en ik ben pas geboren op 23 juni. Ik ben dus eigenlijk 3 weken te laat geboren. Ja, mijn moeder heeft daar ook nog een tijd in de kobus moeten liggen. Maar ik vond dat mijn moeder buik, ik vond dat haar zo goed, dat ik zeg, ik ga nog een beetje blijven. Ja, ik heb nog een paar dagen congé staan en dat kwam just uit. Maar in mijn moederbuik, je kunt daar alleen maar slapen. Als je wilt eten, moet je zelfs niet knabbelen. En als je naar het wc wilt gaan, moet je zelfs niet rechtzetten. Want ik weet niet of je dat al weet, maar je piste al in de buik van een moeder. Hè. Ik heb dus eigenlijk 9 maanden en 3 weken doorgebracht in eigen land. Ja, en je ziet het, het heeft niet mogen helpen, die 3 weken extra. Profiel van een betonijzer van 8 mm dik. En dan verder de kracht van een opgeschoten zolder. Ja, ik weet het. Ik ga Miss Bill hier niet winnen. Miss Bloemkool is mij nog juist gelukt, maar verder zou ik niet gaan. Ja, dan zeker met mijn oren. Want mijn oren die staan ingeplant, zodanig dat die meedraaien met de stand van de zon. En ik kan u verzekeren, in de winter had de zon erop slapen. Zeg. Ik zit daar mee niet in met mijn profiel. Ik moet eerlijk toegeven, ik kan daarmee nog iets bij verdienen. Met mijn iets wat uitzonderlijke profiel. Ja, want eergisteren heeft KMI nog gebeld in Ukkel. Om daar te gaan werken als, met mijn oren als animometer. Zo de windsnelheid zo te meten. Hè. En dan soms verdien ik in het weekend nog iets bij door in een snackbar te gaan werken. Als spaghetti. Ja. Jongen, ik moet zeggen, het moet niet gemakkelijk geweest zijn om van mij te bevallen. Hij met 2 weeraken hier van boven. Maar toch, die bevalling is zonder epidurale verdoving gegaan. En daar ben ik wel trots op. Het heeft zeer gedaan, dat moet ik zeggen. Maar ik heb het volgehouden en ik heb echt op mijn tanden moeten bijten. Maar mijn babytijd is dan plotseling gestopt. Toen ik een keer op korte tijd 3 keer serieus last heb gehad van wiegen dood. Maar als baby, dat moet ik wel zeggen, als baby, ik was een braaf kind. Ik was altijd om 2 uur 's nachts thuis, ik heb nooit aan een drugs gezeten. Ik moet toegeven, toen ik die doos dat valgans een keer heb binnengespeeld, maar dan heb ik een paar volgescheten pampers zien passeren. Zeg. Ja, maar in die crashes, mannen, daar gebeuren rare dingen in die crashes. Ik weet nog, wat dan een keer een turbo geïnstalleerd op een mixer. Fruitpap met tapijten, wat is een keer iets anders. Ja, fruitpap. Dat is nu toch het enigste eten dat je niet zou eten als je bij vol verstand bent. Hè? Dat is daarmee ook dat ze dat alleen maar geven aan kleinkinderen en palliatieve grootouders. Hè? Ze pakken bananen, kiwis, struisvogels, peren. Ze snijden allemaal in kleine blokjes en dan beginnen ze dat te putten. Dat je zeker niet meer weet wat dat gaat eten zijn. Hè? En dan daarachter komt dan een van de meest afschrikwekkende taferelen van heel het leven. De vliegende vork. En precies als je 4 maanden en 3 weken oud bent, dat je dan weet wat dan een vlieger is. En dan proberen ze nog wijs te maken dat een vlieger in een grot kan landen. Jawel, dat gaat er bij mij dus niet in. Hè. Nee. En daarachter komt dan nog een van de meest traumatiserende ervaringen van de hele jeugd. Ja, de schotelvot. Als je 4 maanden en dan 3 weken oud bent, dan kennen ze nog niet de manieren om proper te eten. Hè. Ja, het is al niet gemakkelijk om daar met die vliegen dat voor u staat te dansen en zeker met dat propellerken daar van voorop. Ja, dus dan zijn er een gans vuil en dan komen ze af met de schotelvot. De schotelvot waarmee dat ze eerst tafel hebben afgeveegd, de pan hebben uitgekuist en het wc hebben afgeschrapt. En dan kuisten ze daarmee uw mond af. En wel, dat stinkt, dat is vies en dat stinkt nog eens ook. Nee, ja, fruitpap, dat is het laatste dat ik ooit nog zou eten. Dan heb ik zo liever de goede oude boerenkast.
Snijbonen. Dat is er allemaal, snijbonen. Snijbonen met patatten, met zijn goede lap vlees en daar zo'n dikke kwast mayonaise op. Want hij scoort dat goed, hè? Zo mijn moeder zeggen. Ai, snijbonen. Want als je niet lust, mayonaise. Serieus, spruiten, witloof, schapentestikels, noem het op. Met mayonaise is alles goed. Eigenlijk heb je toch allemaal die enorme kwast mayonaise op je pak fritten om dan die voze smaak van de balkjes in tomatensaus te verdoezelen. De balkjes in tomatensaus, de meest begeerde saus van de Belgische fritkotganger. Prima kwaliteit varkensvlees, zo vol omega-3 en verzadigde vetzuren. En dan gieten ze daar een poederoplossing over, dat gaat verschillen mee proeft tussen de dioxin en de PSE. Ja, nee, het beste dat er is, is nog altijd de boerenkost. Akkoord, van bij de conchisoa, borst van jonge druif met honingparfum en frambozenassen. Opgevuld paaltje met erwtenmousseline en verse kruiden. Dat zou er eventueel nog kunnen overgaan. Maar ja, die verse kruiden, ik vind dat moeilijk bakken. Dus dan is het nog grappig een bloemkool bij ons. Ja, sinds dat ik Miss Bloemkool heb gewonnen, heb ik een levenslange voorraad aan bloemkolen van bij de plaatselijke boer. Ja, lekker, vers, gezond, zonder insecticide. Zonder insecticide, er is iets voor te vinden. Maar met insecticide, het kan ook zijn voordelen hebben, zeg maar. Ik weet nog, ik was een keer op een donderdag bloemkool. Want donderdag is bloemkooldag bij ons. Dus gelijk als de maandag, de woensdag en de zaterdag. Ah ja, want de levenslange voorraad bloemkool, dat spelen niet zo rap binnen. Dus bloemkool gekookt, op mijn bord, alles in orde. En ik snij daar voor een stukje af. Ja, want ik kan heel bloemkool in mijn doven duwen, zei de ene keer. Dus ik snij daar een stukje af. En op die moment valt daar zo'n wormke uit. Op zo'n moment ben je content dat je bloemkool aan het eten zet en geen fruitpap hebt, dat je tenminste nog weet wat ik aan het eten zet. Ja, nee. Ik heb al in mijn leven al menig ongedierte verorberd. Maar het meest krokante extraatje dat je zo kunt hebben tijdens je leven, dat is een slak. Of twee slakken. Dat ze over elkaar aan het kronkelen zijn en dan van die vieze dingen aan het doen zijn. Ja, dus zeggen, slakken hebben ook hun doden. Ja. Maar wat ik wel raar vind volgens mij, dat is dat slakken tweeslachtig zijn. Ja, ik weet dat die depressie van vorige maand nu een beetje komt opspelen, of van pure onzekerheid, maar slakken zijn dus inderdaad tweeslachtig. Onzijdig, dubbelzinnig, biseksueel, allee, komt alles in één. Ja, sinds dat ik meegeweest ben met de gids in het vierde leerjaar, heeft de slakkenseks geen geheimen meer voor mij. Dat is één van mijn intrigerende kantjes, naast mijn passionele verhoudingen met een perforator. Maar kom, die passionele verhouding staat wel op een laag pietje zo nu. Ja, want we hebben afgesproken dat we elkaar een beetje meer plaats in onze relatie gaan geven. Ik met mijn perforator. Ja, ze vond mijn relatie een beetje drukkend. Ik weet het niet. Kom, dat die relatie om zeep is, was de schuld van de opwarming van Daan. Maar kom, de aarde warmt niet op zijn. De mensen weten gewoon te veel. Maar dat, die opwarming die heeft veel kapot gemaakt. Ja. Waarom zouden anders slakken beginnen paren als ze toch tweeslachtig zijn? Dat is, ik zal het u uitleggen, om pakketjes uit te wisselen. Ja, ik wist dat niet alle slakken op opa slak zouden trekken. Je mag eens dat nog meemaken als opa slak door het leven gaat. Mijn kapotgeschoten huisje, want opa heeft 1418 nog meegemaakt. Een pruilipje, een lui oog, want dat stokskrank is wel een beetje scheef. En dan ook nog last van incontinentie. Hoe zou jij anders dat spoor achteraan een slak verklaren? Ja, nee. Als slak en tweeslachtig liefhebben, het is niet alles. Ik kan het u verzekeren, ik heb het meegemaakt, het is niet alles. Je komt de slak van je leven tegen, tot over je oren verliefd. Je staat morgens vroeg, extra vroeg op, om een prachtig ontbijt klaar te maken, met een vers blaadje sla en stukjes kool. Je hebt alle slakkenvergif opgegeten, zodat je toekomstige arbuikje geen pijn zou doen. En dan heb je ook nog de mooie rode slijmloper uitgelegd. En zij ziet u niet snel. Nee. En dat gaat dus als een mes door je hart. Zo het gevoel dat je krijgt als slak, als ze escargots aan het opbieden zijn, mijn tandenstokken. Dat gevoel. Ja. En dan wijst ze af. Jawel. En ze weten dat dan nog te doen, hè, u af te wijzen. Zo. Dan zeggen ze zo, koem, ik zal nooit iets met u beginnen. Ja, want slakken die jabberen zo. Hè. Koem. Al waren het de laatste slak op aarde. Ja, en je kunt er niks tegen beginnen, want al was ik de laatste slak op aarde, het is dan toch tweeslachtig. Ja, nee.
Ik heb nooit geluk gehad in de liefde, in mijn relaties. Vorige week nog heeft mijn liefde uitgemaakt. Ah ja, en echt liefde, geen slag. Maar kom, ze jammer ook een beetje, maar toch. Ja, nee. Ik zat thuis. En ik krijg een sms'je. Ah, ik wil ook naar een kleedje. Hij staat zo niks in. Ja, dat is toch romantisch, hè? Ja, ik weet, ik heb tijd genoeg om mijn belgak te maken, hè. Dat is toch romantisch, zo een onbeschreven blad. We zullen samen onze toekomst schrijven. Die trut had gewoon te rap op verzenden geduwd, ja, dat was het. Ja, nee. Ja. En wat doe je dan als je liefde maakt? Beginnen blijten, instorten of gewoon verder naar familie kijken? Ja, ik heb dan verder naar familie gekeken, want in familie of in thuis, daar kennen ze iets van de liefde. Geheime intriges, verhoudingen, romantiek. Ja. En pas op, dat is er altijd iets nieuws. Hè. Ja, en nu weet ik hoe dat ze dat daaruit vinden allemaal. Hè. Ze pakken dus allemaal de namen van de personages en dan zetten ze die op een rij. Je hebt allemaal Latour en Peter en Anna en Leontien en Rosa. En dan pakken ze hun koortjes en dan verbinden ze die. Latour met Anna en Anna met Peter en Peter met Leontien. En dan onderling hangen ze die ook nog eens aan een. Want de ene kan de ander niet af en de deze heeft al dit schat met de deze. Ja. En dan maken ze zo een beetje tekst daar rond. En dan is dat een script voor 3 maanden. En dan, na die 3 maanden, en nu moet je goed opletten. Na die 3 maanden laten ze die koortjes hangen en dan schuiven ze gewoon dat rat door. Dat is simpel, hè. En om het dan een beetje spannend te maken, dan schrijven ze daar af en toe een keer een pedofiele leerkracht of zoiets. Hè. Ja, ze hebben die inderdaad vorig seizoen wel eens uitgeschreven, maar ze schrijven die inderdaad dan terug in. Ja, ze lossen dat dan op met dat een dubbelganger had, dat geheugenverlies had, of zoiets. Ja. Maar pas op, ik heb niks tegen pedofiele leerkrachten. Hè. En ook niet tegen pedofielen. Maar ik moet zeggen, ik ben al oud genoeg om zelf pedofiel te zijn. Hè. Ja, nee. Pedofielen hebben evenveel recht om leerkracht te zijn als iemand anders. Ja, mijn vader is ook leerkracht. Ja, wat zeg je dan als je vader leerkracht is? De slimme papa. Hè. Wow, dat gaat. Ja. Vroeger was hij wel veel slimmer. Ja, dat moet ik zeggen. Hij is pas veel dommer geworden toen ik geboren werd. Ja, ik heb zijn verstand gekregen. En dan mijn moeder, dat is dan zo weer het type de wulpse boerin in Monselentegras. Ja, ze werkt in Tristhuis. Zo Tristhuis met het motto, ik zou graag nog een beetje langer blijven. Dat rust is er. Ja. En als je aan de rusthuis denkt, aan wat denk je dan? Aan oude mensen. Als je aan oude mensen denkt, aan wat denk je dan? Aan dikke mensen. En aan dikke mensen dan denk je aan? Aan mij, voilà, dat is juist. En hoe weet je dat je dik bent? Door een BMI, de Body Mass Index. Dat kun je toch? Je pakt je gewicht en dat deelde door je lengte in het kwadraat. Bij mij is dat dan gewicht, dat is 62 of 63 kilo, dat is te zien hoe ik aan het wc geweest ben of niet. En dan de lengte, dat is 1,87 meter, 1,86 meter. Ja, ik pak altijd 1,87 meter, 1,86 meter, ik vind dat zo kwijt. Ja, en dan pakte 62 gedeeld door 1,87 in het kwadraat. En dat komt uit, ik heb het uitgerekend, iets van een 17,73. Ja, op de categorie van een BMI is dat zo de categorie juist boven die van de kindjes van Afrika. Ja. En dan, als je dik bent volgens de BMI, dan laten ze een maagring plaatsen om te vermageren. Maar als je, toen ik nog last had van mijn anorexia, dan heb ik een tweede maag laten plaatsen, gewoon om te verdikken. Ja, mijn moeder was daar in Benen wel niet voor te vinden. Ze vond zoiets in je lijf dat niet van u is. Nee, ze was er niet voor. Maar ik vind dat raar. Ja. Waarom heeft ze mij anders 3 weken extra in mijn buik laten zitten? Ik hoop dat we allemaal binnen 3 weken ook nog zult krijgen. Ik was Koen, dank u wel. Applausje voor Koen. De laatste is juist van pissen, dus het is gedaan. Nee, dat is niet waar.